Hoi, ik ben Floris. En ik ben Mark. En dit is Bagheera. En wij hebben besloten ons huis te verkopen, een camper te kopen en begin volgend jaar naar Italië te vertrekken op zoek naar een nieuw thuis. Goedemiddag, goedemiddag. Wij zijn weer onderweg. Bijna dan. Nou, we waren al onderweg. We hebben even lunchpauze gehad. En heeft gewerkt. Ja, jij hebt even gewerkt. Even weer wat kleine dingen geregeld. Heb ik onderweg al gedaan. Ja, muziek uitgezocht. Muziek ook. Uitgezocht voor de Spaanse playlist. Ja. Die onder de video's kan. We hebben nog... Twee uurtjes? Nee, we hadden 2 uur te rijden. Dus ik denk dat we nog 1,5 uur te rijden hebben ongeveer. Nog niet eens, denk ik. Maar we gaan het zien. Wanneer we er zijn, zijn we er. Maar we gaan wel een beetje meters maken. Ja. Want we konden niet reserveren. Nee. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. We weten gewoon uit ervaring dat na 3 uur wordt het steeds lastiger. Om 3 uur moet je er gewoon zijn. Ja. Zelfs in deze tijd van het jaar. Dus dat is eigenlijk al wel bijzonder. Ja. Maar goed, dat gaan we gewoon doen. Ja. Hoop ik 2 nachtjes te staan. En dan kunnen we met de tram of de metro kunnen we naar Bilbao. Ja. Dus kunnen we daar het centrum bekijken. Ongeveer 3 kwartier. Vanaf waar wij staan. Klopt, klopt. Maar dat is wel te doen. Uitzicht trouwens. Dit was de lunchplek. Nou, dat kan heel veel slechter, toch? Waarom? We hebben hier prima gestaan. Dat dacht ik. In de volle zon. Ja. Maar nu is dat nog te doen. Ja, het is vandaag 18 graden ongeveer. Ik zou zeggen, ik start de motor en we gaan. Yes! Top! Het uitzicht op een kwartiertje lopen van de camping. Ja, klein kwartiertje. Hemelsbreed staan we er serieus klein stukje vanaf. Gisteravond liepen we hier ook. Toen dachten we trouwens dat dat een hotel was. Het blijkt een ziekenhuis te zijn. Maar dat bleek dus een ziekenhuis te zijn. We hebben... rommelig geslapen vannacht. Ja, het was door het klapperen van een luifel. Ja, onverwachts en ik kwam de wind opzetten. En op de weer-app stond ook niet dat het ging waaien, tenminste niet zo hard. Ja, we waren niet de enigen die er wakker van werden, want onze buren hebben er ook last van gehad. Maar om 2 uur werden we wakker en om 2:30 hebben we toch maar besloten om de luifel in te klappen. En daarna ben je gelijk zo wakker dat je ook niet meer zo goed in slaap komt. Zeker omdat het alweer wat warmer in de camper was. Ja, maar ja, goed, het is. Hoort er een beetje bij. We hadden in ieder geval geen vliesdekens nodig. En ons dekbedje hadden we meer dan genoeg. Ja. Vandaag gaan we even een dagje de stad in. We gaan naar Bilbao. We gaan eerst even via het kleine plaatsje. We zijn nu we zijn in Gorlitz. En we gaan naar Bilbao. En ja. een tussenplaatsje gaan we even lunchen. En dan nemen jullie mee. Vanavond eten we daar nog even. En dan gaan we vanavond pas weer terug naar de camping. En morgen vertrekken we dan ook weer van de camping. Gaan we een stukje verder. Ik zal even het uitzicht laten zien. Er ligt er eentje te slapen. Oh nee, er zit mijn kop in de put. Ja, Floris dacht dat daar iemand lag te slapen. Ik denk maar... dat ligt die daar nou, maar die ligt met een kop in de put. Ja, en daar ligt er nog iemand. Daar en nog ik denk dat ze elkaar een verhaaltje vertellen of zo. Ja, zoiets. Ja, heel bijzonder. Dus dat gaan we doen. Ja. Ik heb nog een leuke mededeling. Oh. Voor de mensen die het hebben en die het leuk vinden. We hebben nu Polarstips. Daar heb ik gisteren de hele reis ingezet. @reisnaarthuis. Kun je ons ook opvolgen. Ja, en het is zo dat daar staat niet de exacte route op, maar wel de tussenstops die we elke keer maken. Dus ja. Op zich kun je denkbeeldig wel een lijn volgen inderdaad. Soms in de vlog noem ik al wel eventjes de wegen waar we overheen rijden. En heel misschien kan ik vanuit het voertuigvolle systeem wat wij in de camper hebben nog een uitdraai maken van alle wegen.
Want dat legt hij gewoon elke dag vast. Maar ik weet nog niet of dat kan en hoe ik dat kan plakken, knippen enzovoort. Er staat ook informatie op wat voor jullie misschien minder interessant is. Maar in ieder geval dat gaan we nog even proberen. Maar Polar Steps moeten we zo meteen doen. Op te volgen. Dus dat moet het doen. En we gaan eerst 2,5 kilometer lopen. Ja. Heeft een plaatje. We zijn er bijna. Bijna. Lunch gehad. Ja. Uitgebreid lunch, hè? Uitgebreid, super uitgebreid. Dat was echt, we kwamen een supermarkt tegen en dachten van, weet je wat? 5 chocoladebroodjes en ijstie. Veel goedkoper. 3,75, klaar. Niks, geen 25 euro. Nou ja, dat is ook sneller. Over de brug zien we het treinstationnetje al. Dus gaan we naartoe. Ja. Wat ben je aan het doen? Nou ja, voordat we ergens in Zuid-Spanje zitten. Even de route bekijken. Gaan we even kijken waar we in Bilbao eruit willen. Je staat natuurlijk weer net niet op. Hoe lang hebben we erover gedaan? 40 minuutjes? Zoiets. Ja, het voelt als een eeuwigheid. Ja, de stoelen zijn echt... Je rug is helemaal naar de piep. Ja. Nou ja, die was misschien al naar de piep en dat voel je dan nu. Ja, dat kan ook. Maar het was 40 minuutjes in de metro. Ja. Voor 1,95 per persoon. Ja, het kost niks. Ik weet niet, maar in Nederland kom je er nog geen eens één halt verder mee. Nee, daar heb je nog geen kaartje voor. Ja, misschien in Amsterdam. Tramhalte. Eén halt of zo. Maar we hebben zo'n beetje het eindpunt gepakt. Ja. En dan lopen we eigenlijk de stad terug omhoog. En dan hebben we dus denk ik op de terugweg een halt of 7, 8 minder. En dan kunnen we in ieder geval de hele stad zien, hoeven we niet twee keer heen en weer te lopen. Dus het eindpunt gepakt en dan lopen we netjes de stad door. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd.
Ja, vind je de boompjes leuk? Ja, een boel werk denk ik om te maken. Maar wel echt leuk. Ja, ik ben benieuwd welke steentjes ze ervoor gebruikt hebben. Als ik het zo zie. Ik zeg een gezonde snack. Ja, dat is heel gezond. Dat is Spaans, hè? De Spaans. Echt Spaans. Ja? Tot zo. Tot zo. Floris gaat even naar de Lush. Leuk wat je altijd van de Lush hebt, is dat je het... van een kilometer afstand al ruikt. Hij heeft gelukkig maar één dingetje nodig, dus dat scheelt. Ja, je was snel klaar. Ja, normaal gesproken loop ik best wel lang rond in de Lush. Maar? Ik wist wat ik moest hebben en ik mocht van mezelf niet meer kopen. Van jezelf of van mij? Allebei. Oh, oké. Okay. En jij blijft altijd al heel demonstratief buiten staan. Ja, ik vind het al stinken voordat ik er even langs loop. Nou. Ja, dat vind ik. Nou ja, ik heb wat ik nodig heb. En 2 euro goedkoper als in Nederland? En 2 euro goedkoper als in Nederland, ja. Nou, dat is bijna een koopje. Dan zou je bijna voor naar Spanje gaan. Goed, we gaan verder. Ja. We zijn trouwens in een heel ander stuk stad beland. Van best wel old gaan we nu naar het nieuwe gedeelte. Ja, je merkt echt dat we de brug overgegaan zijn en van de oude stad de nieuwe stad ingelopen zijn. Ja. Of in ieder geval moderne. Hier vind je ook eigenlijk alle grote winkels, alle grote ketens. Alle designhuizen zitten hier. Bij de andere kant is meer kleine boetiekjes en dat soort dingen. En een hoop tapas restaurantjes. Ja. En je ziet daar ook echt de locals naartoe gaan. En dit is meer gemaakt voor toeristen. Ja. Ja. Maar waar gaan we naartoe? Naar het museum. Guggenheim Museum. Ja. En daarvoor staat als het goed is ook het grootste floral beeld ter wereld. Ja, we gaan het zien. Het is een beetje of je tegen een rol aluminiumfolie aan loopt te kijken. Ik denk dat de kunstenaar er iets anders mee bedoeld heeft. De architect. We gaan even een fotogeniek momentje zoeken. Ja, dan gaan we een paar leuke beelden maken. Dit is niet het meest mooie view om mee te beginnen, maar we zijn er. Ja. Ik denk dan bij mezelf, hoe hebben ze al die stukjes glas uitgerekend? Zouden ze het eerst gemaakt hebben en toen het gewoon in het werk ingemeten hebben? Geen idee. Dat lijkt me toch wel aardig lastig. De spin. Nou, je moet niet bang zijn voor spinnen.
we waren dus daar net boven. Ja, in de Zuid-Beneden. We zijn even met de lift naar beneden gegaan. Mm-hmm. Volgens groot succes van Floris. Ik ben niet zo van de liften. Hij droomt er zelfs van. Ja. Ja. Maar goed, het scheelde heel veel trappen zoals je net zag. Ja. En we zijn nu op begaande grond. En wat vind je ervan? Groot. Ik weet alleen nog niet zo goed wat ik erin moet zien. Nou, je las net iets over vlammen. Ja, vlammen. Ja, het is ook een beetje jammer. Want eerder verdiepte ik mij natuurlijk eerst in dit soort dingen voordat ik er naartoe ging. En dat heb ik nu niet gedaan. Nee, ik denk dat het dan heel anders was geweest. Noem me wel heel erg aan Valencia, denk ik. Ja, aan het deel wat influentie staat, maar het zou best wel dezelfde architect kunnen zijn. Volgens mij is dat ook zo. Het is wel heel mooi. Nou, het is wel een kunst. Het is een kunstwerk op zich, ja. Ik moet maar eens proberen. Nou, waar Floris dus iets heeft met liften, ja, heb ik iets met spinnen. Ja. Of ja, beter gezegd, iets niet met spinnen. Heel veel dingen maken me niet uit, slangen, muizen, het interesseert me allemaal niet. Maar spinnen ben ik niet zo van. Maar laten we het erop houden dat dit leuke kunst is. Waarom het hier staat, geen idee. Mij een beetje denken aan dat ding van Stranger Things. Ja, hij heeft wel iets van weg. Ja. Staat hij erop? Hij staat erop. De vraag is wel, ik denk toch dat het een hond is. Oh. Ik dacht eerst even dat het een kat is. Ik denk, ze hebben ook aan Bagheera gedacht. Dat dacht je toch niet echt, hè? Dat dacht ik wel even. Oh nee, ik dacht gelijk al dat het een hond was. Ja, maar ik kwam vanaf de achterkant aan. Toen dacht ik, nou, hè? Het zou een kat kunnen zijn. Hij heet ook Puppy. Ja, hij staat in ieder geval mooi in bloei.
Ja, maar dan houden ze wel buiten. Ze pakken gewoon planten elke keer die in het seizoen zijn. Ja, ze lijkt wel een soort oase. Ja, is volgens mij ook. We zijn binnen. We zijn binnen. En het is goedkoper dan online, hè? Ja, dus tip? Koop het gewoon ter plekke. Ja. Scheelt 2 euro per stuk? 3 euro per kaartje. 3. 22 of 21 online? 22 euro online. 4 euro? 4 euro per kaartje. Dat is de moeite, hè? Dat is de moeite. We hebben eigenlijk geen idee wat we binnen aantrekken. Dus we gaan gewoon een rondje maken. Kijken, dan zien we het en dan zien we zelf wel op de plattegrond. Dus, niet dat ik daar heel duidelijk van word, maar... Jawel. We gaan het vinden. Dat komt goed. Gevalletje, de zwarte verf was op. Wij denken dat Pinocchio hier aan zijn einde gekomen is. Ja, ik denk dat eigenlijk de kunstenaar rechtop in het water wou zetten, maar dat hij steeds omviel. Dus dat ze dachten, we laten het maar zo. Had hij hem iets zwaarder moeten maken, dan was hij niet omgevallen. Ja, ja. Snel kapot hadden. Ja. Maar deze heeft ook betere tijden gekend. Deze is niet door ons gebruikt. Ja. Nee. Maar ik vind het wel een van de leukste kunstobjecten tot nu toe. Hij is lekker speels. Ja. Nou, nu verrast dit museum mij sowieso wel positief. Ook al zijn er ook een paar dingen tussen waarvan ik denk, ja, ik weet dat je van alles kunst kunt maken, maar dit gaat wel heel ver. Hadden wij ook gekund. Ja, maar dat is vaak ook een kunst, hè? De info maakt het. We gaan verder. Ja. En dan te weten hoe duur Quartenstaal is. Ja, daar staat hij wel een beetje.
Als je lichte evenwichtstoornis hebt, zoals ik, dan is dit best wel tricky. Omdat de muren zo en zo staan. En als je het al met je evenwicht hebt, dan ben je gedisoriënteerd. Is dat heel lastig, ja. Ja, ik weet niet of dat goed te zien valt. Je kan er even tussen gaan staan, misschien zie je het dan. Ja, we zagen je net ook lopen. Ja, daar zijn we dan. Oh, het echo. Het echoot helemaal. Ja. We zijn gevangen in het slakkenhuis, zullen we zeggen. We zijn er weer uit. Ja, we hebben het overleefd. Nou, van een leuk museum. Ja, het is best wel bijzonder. Ik denk dat de bijzonderheid aan de buitenkant van het pand weerspiegelt de kunst die binnen is. Ik denk dat dat een beetje het verhaal is. Ja. Het zijn over het algemeen jonge kunstenaars die zonder enige rem iets maken. En het hoeft alles dus mag. Duidelijk niet iets te zijn. Het hoeft niet binnen een hokje te passen. Nee, nou dat was dit museum ook niet aan de buitenkant, dus dat klopt precies. Ik denk dat dat een beetje het verhaal is. Ja. En ik zeg, ik ben nu toe aan wijn. Gaan we daar naar zoeken? Ja. We zijn weer terug. Yes. We made it. Gelukkig wel, ben ik kapot. Want, hoeveel stappen hebben we gezet? Ik zal even kijken. 23.690 stappen zit ik nu aan. Ja, dat zijn er genoeg toch? Ja. We zijn rond het middaguur vertrokken en het is nu 9:30 s'avonds. Zoiets. Oh nee, kwart over negen afgerond. Dus we hebben onze dag wel gehad. Ja, ik ben benieuwd of onze jongen ons nog herkent. Maar het was de moeite waard, toch? Ja, het was een leuke plek. Ja, dat is prima. Dat is prima. Het openbaar vervoer is ook een aanrader. Dus mocht je hier komen, ga niet met moeite doen met die camper er naartoe gaan. Neem gewoon lekker het openbaar vervoer. Ja, dat gaat prima, hè? Voor die 83 pp kun je het niet laten. Ja, we gaan nog even wat gaan we drinken? Een kavaatje. Nog even het kavaatje van gisteren. Ja. En dan sluiten we de dag af. Doei doei! Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot volgende week!